Skyline TV Nieuws van donderdag 11 juni met vandaag onder andere 4 uur de sportief in opbouw. De politie heeft woensdagmiddag een man opgepakt die verdacht wordt van een beroving enige tijd eerder op de Bronkhorstsingel in Uden. Hij zou onder bedreiging van een steekwapen iemand hebben proberen te beroven. De politie zond woensdagmiddag een burgernetmelding uit. Enkele minuten later werd er gemeld dat de dader was aangehouden. In de omgeving van de beroving deden agenten onderzoek. Het is nog niet duidelijk of dat er iemand gewond is geraakt en of dat er bij de beroving iets is buitgemaakt. Bernhoven loopt warm vond afgelopen woensdag weer plaats. Nadat Walter Stevens, met 82 jaar de oudste deelnemer aan Bernhoven loopt warm, samen met medisch directeur van Bernhoven Roland Koopman het startschot loste, vertrokken ruim 600 hardlopers en wandelaars. De route liep door de Maashorst en eindigde weer bij het ziekenhuis. De opbrengst komt volledig ten goede aan de stichting Vrienden van Bernhoven. De contouren van 4 uur de sportief worden steeds zichtbaarder. Begin deze week is er gestart met de opbouw. Na 25 jaar weg te zijn geweest, keert 4 uur de sportief komend weekend weer terug in het sportpark van Uden. Diverse sportclubs geven demonstraties en clinics. Ook is er veel ruimte voor entertainment en muziek. Onder andere Dries Roelvink, Martijn Visser en Hint zullen op het podium staan. De Schapendag in Odiliapeel is dit jaar voor het eerst gratis toegankelijk. De organisatie wil de Schapendag toegankelijker maken voor jong en oud. Het concept van de Schapendag blijft gelijk. Net als andere jaren belooft het een dag te worden voor het hele gezin. Ook zijn er weer zo'n 200 schapen aanwezig van 25 verschillende rassen. De 41ste editie van de Schapendag wordt gehouden op zondag 12 juli. De goede doelen van de Trap In kunnen dit jaar een mooi bedrag tegemoet zien. Dit jaar kan door de Trap In per project 100 euro meer worden uitgekeerd aan goede doelen dan in 2014. Bedrag komt dan uit op zo'n 2600 euro. Dinsdagavond is in de Eigen Hert de afsluitende medewerkersbijeenkomst van de Trap In gehouden. Daar werden de checks aan de vertegenwoordigers van 15 projecten uitgereikt. De jaarlijkse schoolsportolympiade is donderdagochtend van start gegaan in het atletiekstadion van Uden. Traditiegetrouw voorafgegaan door het aansteken van het Olympisch vuur. Na de officiële opening gingen alle 600 leerlingen de sportieve strijd met elkaar aan. Het belangrijkste op de dag was eerlijk sporten. De groep die dat het beste deed, die werd beloond met de Fair Play prijs. De olympiade werd voor de 28ste keer gehouden. Het Udense kermis heeft voor de komende editie weer spectaculaire toppers weten vast te leggen. De pleinen in het centrum van Uden zullen gevuld zijn met de meest toonaangevende attracties uit Europa. Enkele bijzondere namen zijn de Sunk Machine, de Booster Max G4, de Double Jump en Das Ome. Verder zal de Volare aantreden in Uden. Deze grote superzweefmolen die zie je alleen in pretparken. En het zal dus een ware hit gaan worden in Uden. Tot slot het weer, stralend zonnig en zomerse temperaturen. Vrijdag stijgt het kwik boven de 30 graden. In de avond kan er dan nog wel een stevige regen en of onweersbui vallen. En tot zover het Skyline TV nieuws van donderdag 11 juni. Zometeen kunt u kijken naar coulissen en daarna in de regio over de schoolsportolympiade. Vrijdagavond om 7 uur, dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Fijne dag nog!